Beste kijkers van De Nieuwe Wereld, welkom bij deze online boekpresentatie van ons eerste boek. En ik zeg ons, omdat het eerste boek is van de uitgeverij De Nieuwe Wereld. En dat is een vertaling gemaakt door Mark Wildschut van het boek van Friedrich Georg Jünger, De Perfectie van de Techniek. Een boek dat ons in deze tijd nog steeds heel veel te zeggen heeft. Ik ga dadelijk met een aantal weer deskundige en geïnspireerde tafelgasten dit boek bespreken. Met rechts van mij Arnold Heumakers, essayist, schrijver. Wat doe je nog meer eigenlijk? Recensist. Gepensioneerd, maar ja, nog steeds vol actief. Ja. En techniekfilosoof, mag ik toch wel zeggen, Martijntje Smits. Zeker. Die ook over techniek en het monsterlijke heeft geschreven. Nou, welkom, Mark Wildschut natuurlijk, vertaler, die toch een jaar van zijn goede tijd aan dit boek besteed heeft en een prachtige vertaling heeft gemaakt. En het is ook heel mooi uitgegeven. Dit was de versie waarin ik het boek ooit heb gelezen, een jaar of 5 geleden. De Duitse uitgave, nou, we hebben dat toch mooier gedaan als uitgeverij. Maar ja, we zijn natuurlijk ook afhankelijk van u, de kijker en de lezer, om hier een succes van te maken. En we hebben een speciale actie voor vandaag. Wanneer u tijdens deze live uitzending het boek bestelt, krijgt u het voor 10%, met 10% korting. U moet dan sturen naar redactie@denieuwewereld.tv en daarbij aangeven het onderwerp perfectie. Daarnaast kondig ik ook meteen maar aan dat wij aanstaande zondag een live presentatie hebben, waarin we het boek zullen aanbieden aan Wouter van Dieren, een milieuactivist van het eerste uur. Hij was razend enthousiast over het boek. Het is ook zeer geïntrigeerd. Hij neemt het boek in ontvangst bij boekhandel Donner. En daar zullen we van 3 tot 5 zijn. Dat is tegelijkertijd een nieuwe wereldfeestje. Als het goed is Marlies ook aanwezig. Mark zal er ook bij zijn. Ikzelf ben ook van de partij en we kunnen daar ook samen het glas heffen en nog wat napraten. Dus ook wanneer u gewoon een trouwe nieuwe wereldkijker bent, komt u vooral, mocht u in de gelegenheid zijn, naar Donner in Rotterdam vanaf 3 uur. En u moet zich dan wel even aanmelden, eveneens een mailtje naar redactie@denieuwewereld.tv, zie hieronder. En dan met als onderwerp niet perfectie, maar Donner. Jawel. Goed, het is een bijzonder moment omdat, zoals gezegd, dit de eerste uitgave is van onze uitgeverij, waarin we ja, toch proberen de komende jaren die boeken die wat hoekig zijn, die iets te zeggen hebben over de situatie waarin wij nu verkeren, maar die bij de gewone uitgevers misschien niet zo snel uitgegeven worden, dat we die onder de aandacht willen brengen. En daar zullen we ook in onze uitzendingen de nodige tijd voor uittrekken. Zoals vandaag de eerste presentatie. Technologie wordt daar een belangrijk thema, maar ook de bezinning op wat er momenteel politiek gebeurt, geopolitiek, natuurlijk filosofie, maar ook meer levensbeschouwelijke reflecties die op dit moment ons iets te zeggen kunnen hebben. Nou, de aftrap hebben we met Friedrich Jünger en in de loop van deze maand verschijnt ook onze tweede uitgave. Dat is de palliatieve maatschappij van de Byung-Chul Han. Hij is hier ook al eens voorbij gekomen in gesprekken, onder andere met Ewald Engelen. En speaking of the devil, Ewald Engelen die belde mij vanochtend op dat hij helaas verstek moet laten gaan, zoals hij zelf aangaf, vermoedelijk het laatste coronazieke, de laatste coronazieke in Nederland. Nee, hij was aangestoken en hij kuchend en wel deelde hij me mee dat hij helaas verhinderd is, maar binnenkort alsnog langskomt om ook over het boek te spreken. Jammer, maar we zitten hier denk ik toch met een hele mooie tafel. Goed, wat gaan we doen vandaag? Natuurlijk in gesprek met de gasten die vanuit hun eigen achtergrond een eerste reflectie zullen geven. Dan kijken we gewoon waar het gesprek ons voert. Nou, ik wil eigenlijk beginnen met jou, Mark.
vertaler. Je hebt een, nou, ik zeg al een bijna een jaar lang gewerkt aan, aan de perfectie van de techniek. Laat ik gewoon eerst maar eens aan jou vragen. Wat heeft het boek met jou gedaan? Ja, misschien mag ik eerst eventjes zeggen hoe verguld ik ben dat deze uitgeverij van start gaat. Hè, dus ik heb natuurlijk de afgelopen 30 jaar, ik doe ongeveer 30 jaar vertalen nu, heb ik toch gezien hoe het aantal uitgeverijen dat zich met filosofie bezighoudt behoorlijk gekrompen is. Ik had er een stuk of 4 waar ik terecht kon, dat is nou eigenlijk alleen nog boom over. Hè. De Sun is natuurlijk weg. Van Tilt is er niet meer. Dat is toch een enorme verarming. Bovendien zijn de uitgeverijen die het nog wel doen, met filosofie, zijn toch ook heel voorzichtig, heel behoedzaam geworden om nog iets aan te durven. Terwijl we natuurlijk in een tijd leven waarin de filosofie toch behoorlijk wat te zeggen zou kunnen hebben, ja. Zou je zeggen. Dus, ja, het dus Westen en de moderniteit schudden op hun grondvest. Ja, ja. Dus ik ben heel blij dat dit van start gaat als een nieuwe. En ook als een, natuurlijk als een pilot om het op een andere manier te proberen. Hè, in combinatie met het kanaal. Ja, dus misschien ook nog heb ik even over na zitten denken dat het boek zelf... Het boek zelf is natuurlijk ook in wat Junger dat technisch collectief noemt terechtgekomen. In de zin dat het steeds meer een artikel is geworden wat heel snel verbruikt en geconsumeerd wordt. En dat heb ik ook zien gebeuren toen ik bij de Sun kwam in de jaren 90. Dan kwam je daar op een hele grote zolder en alle boeken die ze ooit hebben uitgegeven lagen daar in grote dozen. En dat bestaat niet meer, dat wordt nu doorgedraaid na een paar maanden. En dat vind ik toch een verarming. En ik heb zelf het idee dat met name, dus ik vind het ook mooi dat deze uitgeverij eigenlijk 2 poten gaat van grote boeken zoals dit, die dan ook heel mooi gebonden worden uitgegeven en die volgens mij ook weer iets moeten terughalen van toen het boek nog, zoals Junger dan zou zeggen, in die eigendomsorde een zaak is, ja. Die een stukje eigendom is wat je in een bibliotheek opneemt. Hè? Dus, en tegelijkertijd hebben we dan, heeft de uitgeverij die essayreeks, ja. Wat misschien iets meer in het verbruik zit, maar dan in de zin van het debat aan te jagen. Ja, dus daar ben ik heel blij mee. Deze maand verschijnt eigenlijk dat dubbele profiel al, ja. Met dat stevige boek van Junger en het meer hanteerbare, kleinere werkje van Byung-Chul Han. En dat wordt ook wel het profiel dat we zullen uitdragen komende jaren. Maar heel blij dat jij er zo blij mee bent, Mark. Ja, en dan gaan we toch naar het boek, nu naar de zaak. Dan gaan we naar de zaak. Ja, want hoe is het je vergaan? Ik weet nog dat ik je vroeg. Ik zei, ik was erg enthousiast over het boek. Jij bent gaan lezen en gaan vertalen. Ja. Nou ja, kijk, als vertaler heb je altijd een dubbele ervaring. Dus in de eerste plaats heb ik vertalen de ervaring met de tekst zelf. En dan vind ik dat is me heel goed bevallen. In de zin dat het is een fantastische schrijver. Het is niet zomaar, er komen hele lyrische stukken in voor. Er komen ook hele nuchtere stukken in voor. Er komen hele filosofische stukken in voor. En dat is als vertaler gewoon mooi om dat te kunnen doen. Ik heb ook een tekst uiteindelijk die ik zelf goed vind om te lezen. En dus als vertaler is dat is nog net even iets anders dan hoe komt de inhoud bij me binnen. Dus ik heb het met heel veel plezier gedaan. Iets anders, de inhoud is, ik werd er niet vrolijk van, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk een vrij duister boek, je kan het een dystopisch boek noemen. Het is wel zo dat is natuurlijk, daarom zeg ik ook, zo'n boek moet in de bibliotheek. Ik heb hem nu 4-5 keer gelezen, schat ik, en deze week nog gelezen. En er komt steeds iets nieuws naar boven. En ik vind hem eigenlijk iets minder duister en fatalistisch dan hij in eerste instantie op me afkwam. Oké. Okay. Dat is de eerste. Dan laten we daarmee beginnen. Maar Martijntje, jij hebt een geschiedenis in de techniek filosofie. Kende je Friedrich Junger?
Ik moet bekennen dat ik hem niet kende. Nee, nee, ik heb hem ook pas laat ontdekt. Gezocht van de week van in al die boeken over techniekfilosofie die ik heb. Was er nou eentje die aan hem refereerde? En ik vond inderdaad bij Langdon Winner, de Amerikaanse techniekfilosoof van Artifacts, Do Artifacts Have Politics? Die noemde hem wel. Maar in één adem, dus zonder hem te benoemen. Ja, met Heidegger. Lille noemt hem nogal in de jaren 60. Ja, daar had ik het kunnen vinden, inderdaad. Ja, in de voetnoten. Ja. Ik kende uiteraard Ernst Jünger, maar ook niet zo precies. Maar nee. Dus het was een verrassing. Ja. En hoe was jouw eerste leeservaring? Ook een verrassing. Ik moet bekennen dat ik het in de korte tijd die er was niet helemaal heb gelezen, maar ik heb wel stukken gelezen en ben er ook heel erg doorheen gebladerd. En ten opzichte van veel van die oude Duitsers schrijft hij eigenlijk heel duidelijk en ook dichterlijk. Je kunt merken volgens mij dat hij een dichter is. Dus het is mooi, het is fijn om te lezen. En ook heel begrijpelijk eigenlijk. En hij noemt, hij zegt allerlei dingen die ik niet zag. Bijvoorbeeld, ik vind hem veel toegankelijker dan Heidegger. En wat hij doet ten opzichte van, wat we dan vroeger de klassieke techniekfilosofen doen, is her en der veel concreter maken. Dus met allerlei voorbeelden. Verder, ik kan er veel over zeggen, maar ik zag ook wat ik verrassend vond, was dat hij eigenlijk niet het probleem legde bij de technocratie, maar bij die techniek zelf. Het boek heette eerst de illusies van de techniek. Nou, ik denk dat dat een betere titel is, omdat het echt een kritiek is, een heel scherpe kritiek op het vooruitgangsgeloof. Wat veel techniekfilosofen doen, techniekcritici doen, is eigenlijk zeg maar het systeem bekritiseren en de ideologie. Maar hij maakt ook die techniek zelf en hoe die werkt tot voorwerp van aandacht. En eigenlijk zie je dat later alleen bij Illich en Langdon Winner, die ik net noemde. Dus het probleem is niet hoe we, het kapitalisme of het socialisme of het systeem. Ja. Maar het apparaat zelf, wat, als ik hem goed lees, waarvan het eigenlijk het probleem is dat het een heel instituut is geworden. In plaats van een werktuig waarmee mensen werken, maar een instituut wat ons eigenlijk dwingt, wat een imperatief afdwingt hoe we zouden moeten leven. En het is volgens mij, maar daarover kunnen we het hebben, precies datgene waar die zich tegen verzet. Ja, vorige week was ik toevallig met jou in gesprek over het goede leven, maar naar aanleiding van de corona maatregelen. Dat begrip goede leven hebben we hier niet, volgens mij niet gelezen, maar misschien kun jij dat bevestigen, maar uiteindelijk gaat het daarover, stelt hij die vraag. Wat doet die techniek, zoals we die georganiseerd hebben, die grote organisatie. En hij heeft het dan vooral over de mechanisering en nog niet over de robotisering en de digitalisering. Maar wat doet die met de manier waarop we leven en in hoeverre stompt die ons niet eigenlijk af? En zijn die beloftes van rijkdom en van vrije tijd niet iets waarachter we steeds aanlopen, verlossing van de schaarste, wat juist niet komt? Dus de contraproductiviteit van die belofte. Ja. En wat ik zelf intrigerend vond, en ik moet eerlijk bekennen dat ik pas tijdens het aanbreken van de coronacrisis begon te zien waar hij mogelijk op doelde. Dat scherpe onderscheid maakt tussen economie en techniek. En echt zeggen, het technische is niet economisch. En waarmee die het eigenlijk, denk je, maar hoezo toch? Het kapitaal is toch? Dat geld gaat hij eigenlijk ook tot een onderdeel maken van dus heel die verrekenstructuur. Maar ook dat hij zegt, eigenlijk het kenmerk van het economische is dat het substraat waaruit geput wordt, dat zelf onderhouden wordt. Terwijl
In die techniek zit eigenlijk een permanente verbruik van het substraat waarvan het leeft. En hij zegt, dat is dus zelfs economisch, kan dat onrendabel worden, maar dat maakt helemaal niet uit. En dat dacht ik zelf ook bij de, dus nou, daarom noem ik die coronacrisis, omdat je, en je ziet het nu ook eigenlijk in China, waar dat hypertechnologische eigenlijk misschien nog wel nog sterker is dan bij ons. En maar dat eigenlijk die economische overweging secundair wordt ten opzichte van het functioneren van die technische beheersing. En of dat nog rendabel is of niet, is eigenlijk niet voor hem de belangrijkste drijfveer. Ik zou even naar die paragraaf dan moeten over de economie, want daar geeft hij een definitie van de economie. Maar ik was er nog niet helemaal uit. Ik moest er echt nog even over nadenken. Dus misschien kunnen we het dadelijk doen. Laat ik eerst naar Arnold toe gaan. Want er zit ook een stuk in, ook prachtig geschreven trouwens, over een soort zijn blik op de twee wereldoorlogen. Een heel mooi... waarin je tegelijkertijd de grote verwantschap merkt met zijn broer, Ernst Jünger, waar jij zo'n beetje alles van gelezen hebt volgens mij. Maar waar die tegelijkertijd ook echt wel weer een andere positie inneemt, in gesprek is met zijn broer ook. Hoe verging het jou eigenlijk bij de lezing van het boek? Ja, mijn ingang op Friedrich Georg Jünger is inderdaad zijn broer Ernst. Daar hebben die... Met Ernst heb ik al heel lang geleden kennis gemaakt, op papier weliswaar, niet in het echt. Maar dan kom je dus op een gegeven moment ook Friedrich Georg tegen, want het zijn ook twee handen op één buik. Het zijn samendenkende figuren, wat je in Duitsland al vaker hebt te vergelijken met de gebroeders Schlegel in de vroegromantiek bijvoorbeeld. Er schijnt ook nog een enorme correspondentie te zijn tussen de twee die nog op uitgaven wacht. Dus dat ben ik ook heel nieuwsgierig naar, waar je dus letterlijk... het denkproces zou zien en misschien dus ook kunnen zien hoe de vonken overspringen. Want dat is ook wonderlijk. Je weet niet goed wie wat bedenkt. Hè? Want het vloeit samen. Het is wat die vroegromantici sympoëzie noemden. Je creëert samen, je denkt samen. De een vult de ander aan. En Ernst Jünger heeft in 1932 een boek geschreven, Der Arbeiter, Herrschaft und Gestalt, wat eigenlijk over hetzelfde onderwerp gaat, maar met een totaal andere invalshoek en een totaal andere richting. Daar wordt zeg maar de techniek bejaat. Hè? Ja. Als het nieuwe gewaad, de nieuwe taal zelfs van de arbeider, waarin de mens aan het veranderen is, de burger aan het veranderen is. En Friedrich Georg Jünger had tot die tijd eigenlijk ook diezelfde opvatting. En dan krijg je in 1939, wanneer Perfektion der Techniek, dan nog als Illusionen der Techniek voor het eerst geschreven wordt, dan zie je een totaal andere benadering van eigenlijk dezelfde diagnose van de moderniteit. Want daar komt het in zekere zin op neer. En dan is opeens die techniek niet meer een middel wat zeg maar macht genereert, wat uiteindelijk toch ook, want dat is... impliciet in de arbeider het geval een uiteindelijke harmonie teweeg zal brengen tussen die veranderde mens, hè, die arbeider en zijn technische hulpmiddelen. Dat organische gestalte, hè, bij je. Organische constructie noemt hij dat. Maar eigenlijk ook dat is de betekenis van de perfection der techniek. Dat is een term die uit de arbeider komt. En als die techniek eenmaal geperfectioneerd is, dan wil dat zeggen dat de mens zich volledig heeft zeg maar, aangepast aan wat Jünger dan de gestalt van de arbeider noemt, een soort metafysisch principe dat de geschiedenis doet veranderen. En als dat eenmaal gebeurt, als de mens dus volledig zijn burgerschap heeft afgelegd en arbeider is geworden, dan zou er dus ook een heerschappij over die techniek kunnen ontstaan. Terwijl als je dit boek leest, is dat eigenlijk helemaal niet het geval. Dat moment van perfection breekt wel aan, maar dat is het moment tegelijkertijd van het grootste gevaar. Ja. Hè, waar de grenzen van het bereik van de techniek zichtbaar worden en dus ook zichtbaar wordt wat je allemaal mist als je al je kaarten op die techniek zou zetten. Maar inderdaad, het wonderbaarlijke aan het boek is, en dat had ik me eigenlijk nooit zo precies gerealiseerd, is wat jij ook zei, is dat hier de techniek zelf als een soort autonome kracht de geschiedenis bepaalt. En de mens heeft tot op zekere hoogte het nakijken, die heeft allerlei kansen gemist op de een of andere manier en is niet bij machten geweest om het tij op tijd te keren.
En je krijgt de indruk, ja, dat is eigenlijk een beetje onduidelijk in het boek, hè, van in hoeverre Friedrich Georg denkt dat er nog een kans voor de mensheid is. Hè. Hij geeft vooral, eigenlijk geeft meer suggesties dan dat je kunt zeggen, hier is mijn diagnose en hier is mijn remedie. Ja. Zo simpel zit het niet. Nee, nee. Wat ik heel erg apprecieer aan het boek, waardoor je dus inderdaad alleen maar zelf kunt gaan denken over en nadenken over de materie die hier wordt aangeboden. Want dat is, het is een soort verzameling essays. Het kost even moeite om de rode lijn helemaal te vatten, behalve die hele grote rode lijn die ik net schets. Maar je wordt eigenlijk voortdurend uitgedaagd om zelf na te denken en te zeggen, goed, ben ik het hiermee eens? Waar slaat dit op? Hoe past dit in elkaar? Dus het is echt ook een boek voor het zelfdenken. En, ja, dat zijn vaak de beste boeken, vind ik. Het zijn stimulerende boeken. En het is buitengewoon goed geschreven. En Mark, prachtig vertaald, moet ik er ook bij zeggen. Dat, dank je. Het Nederlands is zeker, maar het Duits is ook helder. Hè? Maar door het Nederlands even helder te maken, heb je natuurlijk een mogelijkheid geboden voor lezers om hierin mee te gaan of er tegen in te gaan of wat dan ook. Het is een boek dat je niet onberoerd laat, denk ik. Nee, absoluut. Ja, er zijn. Mark. Ja. Misschien is het wel aardig om even bij dat woord perfectie stil te staan. Want wij hebben ook. Het heeft ook vertaalding opgeleverd. Hè? We hebben er even over gepraat in het begin, toen het nog nauwelijks begonnen was. Van, we hebben aan vervolmaking gedacht, maar dat is veel te Aristoteliaans natuurlijk. Ja. Perfecties is toch een beetje een technische term, dus dat wil je. Toen was het perfectionering, dan kwam die dingen. Maar uiteindelijk is het toch gewoon perfectie geworden. Waarom nou eigenlijk? Omdat, ik denk, maar waarom is het toch een goede titel? Want je zegt, de illusies is beter, het is misschien helderder. Maar ik vond dat hij dat eigenlijk heel mooi uitlegt. Dus die omslag, dus die perfectie van de techniek, die in de arbeider eigenlijk inderdaad een hele perfect aangepast eigenlijk. De gestalte van de arbeider perfect aan de techniek aangepast. Krijgt dan een soort dystopisch karakter. En eigenlijk, ik vind dat hij dat mooi uitlegt als hij het over die walvissen heeft. Dus ik moest aan Moby Dick denken, dat als die walvissen, als die zee vol zit met walvissen, ja, dan hoef je maar een simpele harpoen uit te gooien. Zoals je dat ook ziet. Die mannen in Moby Dick met hun roeibootjes en Kwiekwek op de plecht. En je hebt al een walvis aan je. Maar hoe leger die zee raakt, hoe meer die techniek, de techniek ontwikkeld moet worden om die paar laatste walvissen nog uit die zee te trekken. Dat is eigenlijk die perfectionering. Vond ik dat heel mooi. Hoe leger, hoe minder er is, hoe meer die organisatie in die hele technische structuur moet worden opgeladen om het, ja, om het uiterste nog eruit te trekken. Ja, en dan dubbel, hè? Want ik denk dat precies in het voorbeeld wat je aanhaalt, zegt hij ook, er ontstaat dan, het is aan de ene kant natuurlijk de apparatuur, hè, waarmee je bijvoorbeeld al die walvissen gaat opsporen, en ze op een efficiënte manier kan vangen. Aan de andere kant is de schaarste. En is het de angst voor het leegvissen. Dus je moet gaan rantsoneren. Je moet de schaarste verdelen. Zoals hij zelf aangeeft. Dus er moet een institutie komen die de walvis gaat beschermen. En zo heeft hij het ook over de natuurbescherming. En die bescherming zelf neemt dus de vorm aan van organisatie. Dus dwingt je. En dan krijg je quota. We gaan meten. We gaan structuren aanbrengen. Waarin eigenlijk dus die schaarste in een toenemende mate in een mal wordt gebracht. En ik vind dat ook een heel sterk beeld. Dus dat is ook wat jij zegt. Het is eigenlijk dat samengaan van. Want jij zegt, ja, hij spreekt nog niet over robotisering. Nee, dat klopt. Maar hij heeft de centrale term is automatisering. Ja. Eigenlijk uitschakeling en zorgen dat processen automatisch gaan. En daarmee grijpt hij ook al vooruit op die sturingstechnologie. Die met name in de 20e. Ja, nee, dat kun je er ook in. En dat zie je echt heel. Dat kybernetische zit er heel sterk in. En, maar daar hoort dus inderdaad het functie, de functionarissen, de bureaucratie. Het hoort er allemaal bij in dat apparaat. En is die term perfectie dan niet ook heel ironisch of cynisch bedoeld? Want het is in feite die perfectionering, de achterkant daarvan is de verwoesting. Absoluut. De belofte is perfectie. Nou, het is zeker ironisch. Het is gewoon, de perfectie is. Dat is het moment. Kijk, hij, en door die verwoesting die tegelijkertijd plaatsvindt, de roofbouw waar die het. Ja, dat is de term, het is de roofbouw. Moet in feite, is er ook een dwang om die perfectie steeds verder te voeren? Ja,
Ja. Vandaar dat ook dat je denkt aan perfectionering. Maar ja, ja. Dit is het, met die perfectie geeft hij eigenlijk het eindpunt aan. En hij geeft, ja, dat daarom, ja. Daarmee zei ik, ik merkte ook, ik zei al net van ik zie, er zie toch iets positiefs in. Dat is namelijk precies dat het op dat moment ook echt stopt. Hij geeft het op een paar momenten aan van het gaat stoppen. Hij zegt op een gegeven moment zelfs, dat kan vrij snel het loopt, gebeuren. Het chaotisch, het loopt, hè? Ja, het loopt gewoon stuk. Of dat nou hij noemt het elementaire wat dan losbarst. Ja. Hij zegt ook ergens... Dat elementaire, hè, wat zeg maar, ja, het niet beheersbare van de natuur zou je kunnen zeggen. Wat ook in de mens zelf huist, hè, want dat is natuurlijk altijd ook een heel sterk punt in het boek, is dat hij zegt, die technische behandeling van de aarde als object of als element waar je roofbouw op kunt plegen. Dat gaat ook over de mens zelf. Hè? Dus je pleegt ook roofbouw op jezelf. Hè? De mens wordt zelf mee betrokken in dit proces van technische verwerking van eigenlijk alles in een autonoom proces. Maar dat houdt op een keer op en dat is die perfectie. Op een gegeven moment zijn eigenlijk alle mogelijkheden geëxploreerd. En dan zie je de grenzen van het hele proces. Dat heb ik zo lees ik die perfectie. Ja, dat op het moment dat zeg maar eigenlijk alle mogelijke verwezenlijk zijn, zie je dat er nog heel veel ligt wat daarbuiten valt. En ja, dan zou dus ook weer oog kunnen ontstaan voor de andere kant van de technische wereld die de neiging heeft zich zo breed te maken dat je niks anders meer ziet dan de techniek als mogelijkheid. Ik denk dat dat eigenlijk ook de onderstroom van dit boek is. Dat die, hè, want daarom zit hij ook, het komt uit een bepaalde manier van denken voort, het causale denken, het komt uit de wilsfilosofie voort, die hij dan bij Fichte en Hegel en Nietzsche situeert. Dat is maar één manier om de wereld überhaupt te benaderen. Alleen die is aan de ene kant zo succesvol gebleken, maar aan de andere kant ook zo dubbelzinnig. Er zitten ook zoveel gevaren en nadelen aan. Dat als je op een gegeven moment merkt dat het niet het geheel van de werkelijkheid kan bestrijken, dan is er misschien een mogelijkheid dat er een ander denken, een nieuw denken kan ontstaan. Wat het helemaal anders aanpakt. Maar dat wordt niet echt ingevuld. Er zijn een paar fragmenten. Waar hij zegt hoe het eigenlijk had gemoeten, maar dat is dan hoe het vroeger moet. Maar dat behoort tot die suggesties, waar ik dan denk van, ja, dat zouden dus mogelijke remedies zijn. Ik zie niet zo snel hoe je dat 1, 2, 3 allemaal moet verwezenlijken onder de huidige omstandigheden. Ja. Maar het is duidelijk dat er andere mogelijkheden van omgang met de natuur en omgang met arbeid en met vrijheid en met rijkdom en dergelijke zijn dan alleen die je aantreft in dat technische proces. Ja, want het fascinerende is natuurlijk dat hij er enerzijds, zou je kunnen zeggen, een heel nieuw woordveld aanlevert. Hè, waarin je op een andere manier naar die techniek kan gaan kijken. Ik vond dat bijvoorbeeld het hele mooie begin. Hij zegt het ergens over het landschap. Dus waarin hij spreekt over, laten we zeggen, een berglandschap. Waarin de natuur een soort van overdaad heeft, een overvloed. Dat, zegt hij, belangeloos en doelloos geschonken wordt. Hè. Dus je komt een landschap binnen en je ziet alles bloeien. En dat zet hij dan af tegen het, laten we maar zeggen, pernis, hè, een industrielandschap. Ja. Waarin permanente honger voelbaar wordt. Dus dat het hongerige, en dat is natuurlijk hetzelfde idee. En dat verbindt hij dus met het idee van rijkdom of begunstiging versus verschraling of armoede. Hè? Dus die soort noties van rijkdom, armoede die hij inzet. Waarmee je eigenlijk, hè, dus de hongerigheid, ik vond het ook een prachtig beeld. Hè? De hongerigheid die je in een stad kunt zien. Of wat Heidegger het herausvorderende, dat opeisende. En het gekke is dat, ik moet zeggen, dat daarin merk je wel de poëet in hem, die toch op iets wijst de neiging waarin de technische voortdurend zichzelf groter maakt, uitbreidt, meer onder zich wil scharen, maar voortdurend vanuit een soort honger die daarin tevoorschijn komt. Ja, en daar zie je net die paradox. Hè? Dus de belofte is juist steeds dat we bevrijd worden van de honger en de armoede en de gebrek aan tijd. Maar hij laat steeds zien dat precies het omgekeerde gebeurt.
Ja. Maar want dit stukje over die verpaupering had ik als een van de stukjes, want jij vroeg of nou, lees het, ja. Nee, dan moet ik het even zoeken. Ja. Dit ging over de arbeid. Want dan kunnen we nog even genieten van Marx' fraaie vertaling. Over de verpaupering. Dus, ja. Ja, maar nou, hier gaat het over waar zitten we? Dat lees ik even mee. En ook, want hier, de schaarste komt hier ook voor. Dat is ook een van mijn eigen stokpaardjes. Dus ik was erg blij met dat begin. Maar daar gaat het dus waar jij nu aan raakt, die overvloed die je voelt, zeg maar, bij dat landschap. Die schenkende natuur. Dat schenken, dat is dus weg in dat nieuwe wereldbeeld. Welke bladzijde? Bladzijde 36. Ik begin bij de eerste alinea. Waar verhoging van de productie en opvoering van de arbeidsprestatie gevolgen zijn van een schaarste die verholpen moet worden, waar ze een toename van de consumptie veronderstellen, kan geen rijkdom gecreëerd worden. Dus hier lees je precies die paradox. Hè? Dus het werkt niet, die hoop om die schaarste daar overheen te komen. Elke daad van rationalisering is het gevolg van schaarste. Dus van dat gevoel dat er schaarste is, daardoor gaan we rationaliseren, die techniek perfectioneren. De opbouw en verdere ontwikkeling van het technische apparaat zijn niet alleen de uitkomst van een machtstreven van de techniek, ze zijn tegelijk het gevolg van nood en gebrek. Daarom is de menselijke toestand die bij onze techniek hoort die van verpaupering. Die kan door geen enkele technische inspanning worden overwonnen. Zij is met de techniek verkleefd. Zij begeleidt het tijdperk van de techniek en zal dit tot zijn einde toe begeleiden. Ze vergezelt het in de gedaante van de proletariër, van de man zonder haaf en goed die over niets beschikt dan zijn naakte arbeidskracht en die in lief en leed met de technische vooruitgang is verbonden. Het maakt daarom ook geen verschil of het technische apparaat in handen is van de kapitalist of van de proletariër, dan wel of het rechtstreeks door de staat bestuurd wordt. Dus hier zegt hij ook in feite communisme of kapitalisme. Ze hebben dezelfde technologische perfectioneringsillusie, zeg maar. De verpaupering blijft bestaan, omdat ze overeenstemt met de feiten. Omdat het technische denken dat rationeel is, onvermijdelijk verpaupering met zich meebrengt. Goede conjuncturen, dus een goede economie kan het verzachten. Slechte zullen haar drukkend maken. En dan noemt hij volgens mij nog iets er wordt een conservatieve denker genoemd, maar wat dat tekent. Want dan zegt hij, armoede heeft weliswaar altijd bestaan en zal altijd bestaan. Omdat het soort armoede dat naar haar aard een niet-zijn is, altijd voorhanden is en niet kan worden opgeheven. Maar de armoede die met de technische vooruitgang is verbonden, heeft iets specifieks dat haar herkenbaar maakt. Daar heeft de ontplooiing van het rationele denken, daar heeft ook de rationeelste van alle arbeidsorganisaties geen vat op. Ja, dat is eigenlijk ook in de lijn van wat jij zo even zei, dat er iets wegvalt. Hè? Dus ik geef bij mijn studenten wel eens het voorbeeld van dat mensen aan een tafel zitten met hun telefoon en dat je dan zegt, wat een armoede. Ze zijn niet in staat om een gesprek te voeren. En dat is het type armoede dat hij ook op het oog heeft. Hè. Dus eigenlijk de rijkdom van een zinvol bestaan, van een kleurig bestaan. En in die technische honger is een verpaupering die te maken heeft met het ontnemen van dat type rijkdom. Ja, maar er zit ook iets in van dat het eigenlijk al verondersteld is. Dus door die schaarste te veronderstellen, dat die er is en dat die overwonnen moet worden, wordt die eigenlijk steeds bevestigd. Dus je kunt, het is een wanhopige weg die we zoeken om hem te overwinnen. En ik zie dat in dat boek eigenlijk dat thema op allerlei manieren, want ook met tijd, hè, als het over tijd gaat, gaat het ook daarover. Die hopeloosheid om meer vrije tijd te krijgen. Hij doet het al met die rijkdom, hè? Dus dat hij zegt, rijk betekende vroeger dat je iets te geven had. Ja. Dus je had een rijk, je vermocht iets, je had iets aan te bieden en dat wat je gaf putte je niet uit. En hij zegt, nu is rijkdom juist dat wat je extern hebt verworven, terwijl het niet je innerlijke
rijkdom is. Ja. Het is het rijkdom van zijn versus het rijkdom van hebben. Ja, dat is wat hij hier zegt, dat niet zijn. Ja, niet en, dat is die verpaupering. Ja. Dus dat consumentisme, zoals hij dat schetst, is eigenlijk een armoede waarin je steeds maar nodig hebt. En niet eigenlijk geen rijkdom verwerft. Mooi stuk. Maar wat ik nou niet heel goed begreep, is waarom die technische arbeidsorganisatie nou altijd, loopt dat altijd op schaarste uit en ook altijd op roofbouw uit? Wat is de noodzakelijke connectie tussen die twee? Het wordt voortdurend geponeerd door Junge, maar ik snap eigenlijk niet goed wat de oorzaak daarvan is. Waarom zou dat moeten? Je kunt constateren, de belofte van de industriële rijkdom is niet uitgekomen op de manier zoals, althans niet in elk opzicht uitgekomen op de manier zoals die er oorspronkelijk uitzag. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou ja, er is wel een enorme toename van de mensheid. Een bevolkingsgroei is er ontstaan. En het gemiddelde levenspeil ligt toch iets. Mensen worden ouder en blijven langer leven. Dat zegt hij. Waar zit de schaarste dan? Nou, de schaarste zit hem erin dat die techniek altijd verbruikt. Ja. Dus die techniek heeft altijd iets nodig wat ze zelf niet onderhoudt. Dat is eigenlijk de kerngedachte. Ja. Dus het verschil met het organische is eigenlijk, zoals Aristoteles zegt, poiesis en heautor. Het brengt zichzelf voor. Ja. En dit type techniek, wat hij zegt, dat mechanische, is eigenlijk voortdurend doet het een beroep op iets waarin het extern, dus productie, is voor hem consumptie. Ja. En hij zegt, dat is het kenmerk aan die mechanische techniek versus dat organische. Ja, maar dan is dus de oorzaak van het deficit waar je op een gegeven moment uitkomt, is dat hier een mogelijkheid van een oneindige groei wordt verondersteld in een eindige wereld. Dus het is de tegenstelling tussen de eindigheid van de voorraden of van de natuurlijke mogelijkheden en de oneindigheid van de potentie. Hij doet het ook gewoon met de wet van de thermodynamica. Ja. Hè? Dus die machine die vreet sowieso iets op. Ja. Je moet er altijd meer in stoppen dan je eruit krijgt. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, ja, ik bedoel, verklaart hij dat? Kijk maar om je heen, zou ik zeggen. Als zo moeilijk genoeg is, dan zou je zeggen, dan kan het dus eindeloos doorgaan. Nee, dat is dan de veronderstelling, inderdaad, bij die belofte van die vooruitgang. Ja. Dat is de veronderstelling geweest. De zeeën zijn oneindig. Ja. De frontier-gedachte. Ja. Ik bedoel, Musk gaat nou naar Mars en dingen, want we kunnen door met die roofbouw. Nou ja. Als je die grens maar alsmaar, dan kan je doorgaan. Ja. Maar in principe zit daar precies in. Je blijft het opeten natuurlijk. Dat is, en dat staat tegenover, en dat vind ik toch een van de mooiste gedachten in dat boek. Dat staat tegenover die, noem het de boer of iemand die zijn substantie of substraat onderhoudt. Op zijn minst onderhoudt, maar liefst vermeerderd. Dat is rijkdom creëren. Dat is de andere. Dat is, vind ik, ook heel mooi. Dat is wat hij onder economie verstaat. Ik heb zelden zo'n mooi economiebegrip gezien als hij hier uit. Een beetje romantisch, maar wel heel mooi. Daar had ik een passage over de koe. Als je, had ik anders ook genomen. Op de keerzijde van het zwarte beeld wat geschetst wordt. Waar zit je? Dat moet ik even kijken. De koe is bij de definitie van een echte economie. 51 is dat. Ja, dan heeft hij we gaan naar de koe. Ja. Ja. Dit is wel een heel mooi voorbeeld van van concreetheid. Waarbij je opeens snapt, oh ja, dat bedoelt hij. Ja. Want het gaat er hier over dat de homo faber, dus de technische mens, doet van alles met de natuur, doet de natuur van alles aan. Maar zegt hij, het is niet zo dat die passief is, die natuur. Die doet ook iets terug. Daar kunnen we het straks nog even over hebben of dat echt zo is. Die neemt wraak zelfs. En dan schetst hij zeg maar de simpele regels die door de technische wereld worden veronachtzaamd. Ja. Die in het verleden dan wel werden gehandhaafd. Dan schrijft hij, aan de grote weidelandschappen waar de koe als belangrijkste huisdier wordt gehouden, zien we dat ze ook onder de levenswet staan van de koe. Dus het is niet alleen de mens die hier alles bepaalt, maar de koe heeft zelf ook zijn eisen. De mens die de koe benut, kan zich nog in zijn werk, nog in zijn denken, nog in zijn dagelijks leven, dat een leven lang terugkeert, aan die wet onttrekken. De koe die hij aan zich heeft onderworpen,
onderwerpt hem ook. Hè? Dus wederzijdsheid, de wederkerigheid. Je moet ervoor gaan zorgen relatie. En het ritme van de koe meegaan. Hij onderwerpt hem met de kracht van de herkauwende zachtmoedigheid en de rust die haar eigen is. De kauwende zachtmoedigheid, een mooie herkauwende zachtmoedigheid, een mooie definitie. Zacht, maar onverbiddelijk. Hij moet haar schoonmaken, verzorgen, melken, weiden, hoeden. Hij is de onafscheidelijke oppasser en begeleider van het dier geworden. Zoals zij niet van hem loskomt, kan hij zich niet van haar losmaken. Daarin schuilt een lijden. En uit dit lijden groeit misschien het inzicht dat het de moeite loont een leven door te brengen met dit dier. Het loont de moeite. Niet omdat het dier wordt geëxploiteerd, maar omdat het in de zorgzame en toegewijde omgang mooier, sterker en vruchtbaarder wordt. En bereidwilliger de vruchten geeft die de mens krachtig zijn verzorging en toewijding van hem mag verlangen. Exploitatie zonder verzorging is roof. Maar als dat zo is, is de omgang met de koe, om daar deze paragraaf mee af te sluiten, voor de mens niet alleen economisch voordelig. En dan komt het opeens het wijde perspectief. Het is ook de oorsprong van alle beschaving. En dan zie je opeens het alternatief opdoemen als een andere mogelijkheid van de technische wereld. Die hier, je geeft hier in feite al je antwoord op de vraag over die roofbouw. Lees nog even dat laatste stukje, Arnold, als je wil. Dat hierop volgt? Ja. Oké. Daar weet de technicus weinig van. Misschien werpt hij tegen dat hij zijn machinerie net zo toegewijd verzorgt en schoonheid als de koeienhouder de koe. Dat is waar. Maar alleen in de zin waarin men zijn tanden poetst of zijn gebit laat repareren en vernieuwen. De omvorming van een boerderij tot een fabriek moet, als ze lukt, ertoe leiden dat de relatie tussen mens en dier een puur mechanische kwestie wordt. Het dier wordt helemaal onder het gezichtspunt van het nuttige en bruikbare mechanisme geplaatst. Procedures die als kunstmatige bevruchting of embryotransplantatie laten zien waar dat toe leidt. Ja, dus dat voorziet hij natuurlijk dan. De intensieve veehouderij die hier. Nou ja, wat daar dan ontbreekt is die wederkerigheid. Precies. Maar dat is exact. Dus het onderhoud je het substraat. Ja. Of ben je degene die eigenlijk het substraat uitput. Dat is de. Dat is die roofbouw. Dat blijf ik toch een beetje bij. Het enige echt waar het echt op aankomt is het feit dat het substraat dus eindig is. En niet alles toestaat. Dus het gaat niet alleen om eindigheid, het heeft ook een eigen maat. En hij geeft dat voorbeeld ook waar het gaat om voeding. Als je iets verderop, en dat deed me heel erg denken aan trouwens ook de coronacrisis, waarin hij het heeft over voedingsstoffen die worden toegediend. Maar die eigenlijk los worden gemaakt van het organische verband. Dus hij zegt, daar ontbreekt een heleboel aan. En daardoor zeg je, vitamine C, je moet gewoon vitamine C hebben. Maar je reduceert als het ware de werking van het organisme tot één element. Je zegt, dat moeten we toedienen. Maar daardoor gaan er weer andere gebreken ontstaan. En hij zegt, en die gebreken ga je vervolgens weer technologisch op. Dus in plaats van die omkering van waarbij je dus de maat legt in het ding zelf ook, is het voortdurend eigenlijk mens en dier en omgeving willen inpassen in zo'n mechaniek. Waarin je in feite dus abstraheert van die organische samenhang. Het verband waarin het staat. Ja, ik denk dat het is. Want ik moet nog even denken aan jouw argument van, dus het enige wat dat begrenst, zeg maar, is dat die hulpbronnen eindig zijn van de aarde. En daarom plegen we roofbouw. Maar misschien is dat ook al een meer technische manier van redeneren, omdat je daar een soort milieugebruiksruimte voor onderstelt. Terwijl als we dat niet konden meten, is het dan niet ook nog steeds zo dat er roofbouw is in de zin van dat die techniek, zoals Junger dat beschrijft, steeds op de voorgrond bijvoorbeeld gezondheid schept of veiligheid of rijkdom of vrije tijd, maar verhult wat het ondertussen doet in de relaties tussen mensen in de relaties met dieren en de rest van de natuur. Zoals hier bij die koe gaat het erom dat er een soort wederkerigheid is. Waarbij steeds een evenwicht is, dat lees ik erin. En ook al heeft die boer geen enkel notie van de eindigheid van de aardse hulpbronnen, hij pleegt geen roofbouw omdat hij juist die relatie steeds in de gaten houdt.
Dus niet die valse belofte van, kijk maar, met die machine kan ik opeens heel veel efficiënt heel veel meer maken in een kortere tijd. Maar ondertussen zie je niet dat die mijnen worden geplunderd en de boeren worden uitgebuit enzovoort. Ja, ik zat hier een tijdje geleden met Barbara Baarsma. Dat ging over de voedingswaarde van levensmiddelen. En onder andere van groente en fruit. Ja. En dan kwam dat bekende voorbeeld van de broccoli. Die op dit moment nog maar, geloof ik, iets van 15% van zijn oorspronkelijke voedingswaarde heeft. Omdat die in die gemechaniseerde productie is dat proces zo opgejaagd. En dat eigenlijk, dus dat ding is verarmd. Dus dat is die verpaupering. Dus die broccoli die verschraalt. Wat weer betekent dat wij weer minder die voedingsstoffen, aantal mineralen die heel belangrijk zijn, krijgen wij weer minder binnen. Daar moeten we dan weer pillen voor gaan slikken. Dat is eigenlijk de hele beweging waar die voortdurend. Dus je houdt eigenlijk geen rekening. Dus je, met de maat die in het organische, in de natuur zit. En die techniek die geeft iedere keer een deeloplossing en ziet niet dat ze zelf eigenlijk de dingen uit hun verband rukt. En dat is door die eendimensionale manier van denken. Dus die eindigheid van die stoffen, dat is maar één aspect van die, dat verlies. Maar het is toch ook niet niks, die eindigheid? Nee, het is ook niet niks. Ik weet niet waarom je zegt, is dat het enige? Dat is nogal wat. Dat is ontzettend eindigheid van hulpbron. Nou ja. En natuurlijk, in die wederkerigheid, zoals het mooie stukje wat je gelezen hebt, in die verhouding tot de koe of überhaupt, dat je het substraat onderhoudt, is essentieel. En dan kan er iets ook groeien. Dan heb je alleen de zon is toch tamelijk oneindig. Dus dan kan je bijvoorbeeld je grond kan je onderhouden. Dat blijft gewoon even rijk of wordt zelfs rijker. Terwijl in dit proces put je de grond uit. Dus ook een mooie stuk heeft hij daarover. Maar Juhers heeft dit lang voor de Club van Rome. Ja zeker. Het is visionair geweest. Het is in die zin visionair. 25 of 30 jaar voor de Club van Rome. Dat was 39. Dus, en de Club van Rome was eind jaren 60. Hè? Ja, 1972. Dat is 30 jaar. Dus die gingen rekenen aan die eindigheid van de aarde. Maar in de tijd van Jünger was daar eigenlijk nog geen benul van. Was denk ik heel breed de veronderstelling. Ja, je hebt wel eerder al teksten van mensen die zeggen, de natuur wordt ongelooflijk veel geweld aangedaan. Ludwig Klages. Klages, mensjoneerde. Dat is uit 1913. Hij was het zegsman van de Jugendbeweging. Ja, de plundering van de aarde. Precies, heeft hij het al over. Ja. En de twee gebroeders Jünger waren daar zeer gevoelig voor als jongeren. Ja. Daarna is de oorlog gekomen die in zekere zin voor hen als op een bijna karikaturale wijze liet zien hoe gewelddadig de moderniteit was. Ja. Maar dat is in zekere zin een bevestiging van wat ze bij zo'n Klages al konden lezen. En als je naar eerdere romantici kijkt, dan is de klacht over wat de industrialisering het landschap aandoet en de mensen en dat is legio. Ja. In zoverre is er een hele lange traditie. Ja, maar dat is nog iets anders. De plundering van de natuur is nog iets anders dan vanuit de planetaire voorraad grondstoffen spreken. Dat is een perspectief wat dan. Misschien ook meer een technisch perspectief. Maar heb jij ook nog een passage die je wil voorlezen? Ik heb er een heleboel. Dus ik kom niet meteen iets in me op, maar misschien is het ook even. Want het kwam net even langs, die oorlog, dat landschap. Dat noem je net. Misschien is het toch goed om daar ook even bij stil te staan. Hè? Dat die broers Jünger natuurlijk hun grondervaring hebben ze toch in die Eerste Wereldoorlog. Zeker. Daar weet jij nog meer van dan ik. Maar dat lijkt me heel belangrijk. Omdat dit boek natuurlijk ook. Het midden. Daar staat dat grote essay over die twee wereldoorlogen in. Eindigt ook met de Derde Wereldoorlog. Misschien is dat een citaat overigens. Want daar zitten we nu ook in de oorlog. Ja. En het is wel goed om dat toch te beseffen, dat die grondervaring van die oorlog, die totale mobilisering, zoals Ernst dat noemt, van alles, die totale inzet
van alle, elk materiaal om die oorlog tot het einde toe te voeren, waar geen grens meer aan gesteld, dat heel, heel dragend is voor die hele tekst. Ja, nee, absoluut. Ik heb het idee, zowel voor bij Ernst als bij Friedrich Georg, is dat de grote ogenopener geweest, die ervaring in de loopgraven. Ja. De materiaalslag, zoals Junger dat noemt. Ze gingen als romantische, in ieder geval Ernst zeker, als romantische avonturiers die oorlog in. Ja. Hij was al eens weggelopen van huis om deel te nemen aan het Vreemdelingenlegioen. Toen was hij, omdat hij nog maar 17 was, door zijn vader nog teruggehaald. Maar in 1914 was hij 19 en wordt dan oorlogsvrijwilliger en gaat dan met het idee, nu ga ik roem en roem vergaren, ik word een groot krijgsman. Nou ja, een grotere vergissing had hij niet kunnen begaan. Hij was in de verkeerde oorlog terechtgekomen. En ontdekt dan een heel ander soort heroïek. Ja. Namelijk het uithouden. Het doorstaan. Ja. Ja, alle verschrikkingen. Ja. Ja. En daarom ook nog enig plezier aan. Ik was een paar weken geleden in Ieper. En dan een lange markt geweest. Het ziet er nog steeds zo uit. En op dat toch wel hele mooie studentenfriedhof in Langemark. Ja, dat vond ik altijd schitterend. Van, als Ernst dan schrijft, zoiets schrijft hij van die trager der ideeën, die wordt daar, dat ze door die materie, die moeder der dingen, zu boden gestrekt. Ja, dat is natuurlijk die ervaring van dat machinegeweer, wat al die idealen van de, ook het Duits idealisme gewoon in één keer, in één klap wegmaait. Zullen we een klein stukje lezen ervan? Want ik, wat uit de oorlog? Ja, uit de oorlog. Dus ik kan wel een klein stukje voorlezen. Dus wat deze dat is 198. En het is natuurlijk inderdaad die breedte van die blik. Hè? Dus hij heeft het over natuur, hij heeft het over hoe de mens zelf in de fabriekshallen wordt opgenomen, hoe bureaucratie oprukt, hoe die kwantificering van al zijn handelingen plaatsvindt, maar ook hoe die in de oorlog eigenlijk ook een soort arbeider wordt. En hij schetst het dan, precies wat jij zegt, bijna 180 graden anders dan zijn broer, terwijl hij hetzelfde benoemt. Maar de sfeer is een heel andere. 198. Wat deze oorlog van andere oorlogen onderscheidt, wat hem kenmerkt, is het nieuwe arbeidskarakter dat hij heeft. Nou, dat zou je bij Ernst ook zo kunnen lezen. Zeker. Niet alleen is in deze oorlog veel harde, smerige en kommervolle arbeid gestoken, de oorlog zelf wordt arbeid. En die arbeid is het bepalende element ervan. De soldaten worden omgevormd tot arbeiders. Een proces dat onvermijdelijk was toen de middelen waarmee de oorlog werd gevoerd gemechaniseerd werden. Daar komt die mechanisatie. De slagvelden lijken nu op industrielandschappen. Nou, dat is als je inmiddels ook beelden krijgt uit de Oekraïne op dit moment. Waarop een grote explosie heeft plaatsgevonden. Ze lijken op werkplaatsen waarin de kapotte machinerie zich wanordelijk en onoverzienbaar ophoopt. De pracht en praal van de uniform is verdwenen. Net als de van metaalbeslag fonkelende ruitenregimenten, benevens de muziek van bekkers, trommels, pauken en hoorns die hen in de slag hadden begeleid. En dan verwijst je naar de vroegere tot Napoleon eigenlijk nog. De oorlog. Ja, en waar ze mee nog die Eerste Wereldoorlog inging. Ja, in alle rode hoeken. Ze waren bij uitstek. Maar dat is, dat zegt hij. De vlag is niet langer het symbool van de gevechtstroepen en de degen niet langer het symbolische wapen van de officier. Aanvankelijk draagt men ze nog mee, maar al snel worden ze als onhandige voorwerpen bij de bepakking gezet. Overal verdwijnt het symbolische uit het krijgswezen. Samen met de versierselen die zowel de oorlog als de soldaat als overdaad van het leven kregen opgespeld. Uniformen en wapens die aan de lopende band worden gemaakt, hebben niets zieligs meer. De soldaat schiet nu in zijn kleurloze arbeidsuniform en uitmonstering. Hij verstopt zich daarin even angstvallig, camoufleert zich daarin met evenveel zorg als soldaten in vroegere oorlogen besteden om de aandacht op zich te vestigen en zich zichtbaar aan de vijand te vertonen. Het grauwe, spaarzame, monotone karakter dat het gebeuren en de mens aankleeft, houdt verband met het nieuwe arbeidskarakter van de oorlog, dat iets ronduit magers en rationeels heeft. Dat is eigenlijk ook weer die verpaupering. Ongeacht al het leed, alle stille opoffering, alle plichtmatig gedragen lasten, is deze oorlog volstrekt roemloos. Wat de hardheid ervan nog onmetelijk veel groter maakt. Dat is inderdaad zijn de loopgraven van en België en Frankrijk. De roem kan zich er niet meer vrij van losmaken. De roemloosheid van het gebeuren is een kenmerk geworden van de oorlog.
De moed die hier wordt vereist, heeft weinig glans. Het is vooral een moed om het uit te houden. Een moed die zich daarin betoont dat de mens de oppermachtige stormloop van de machinerie zwijgend over zich heen laat komen. Een moed die kan wachten en lijden. Deze moed houdt direct verband met de armoede. Weer hetzelfde. De armoede van de soldaat is groot. Er valt niet te lenigen, want elke loon is hem ontzegd. Alle kansen zijn hem ontnomen. Dat is heel grimmig. Hij draagt niets op zijn lichaam wat van hem is en heeft weinig in zijn zakken wat hem herkenbaar maakt. Hij is zo naamloos, zo onbekend, dat men hem een metalen plaatje om zijn nek hangt waarop zijn naam staat. Voor het geval dat hij is gevallen of zijn geheugen kwijt is. De dood zelf heeft niets plechtigs meer. Hij komt als mechanicus die de massagraven vult. Hij rijdt uiteen, verscheurt, atomiseert de mens, stuurt gifgaswolken over hem heen en bedelft hem onder de aarde, te midden van het kale, levenloze, verwoeste landschap dat geen troost meer kan bieden, voelt de soldaat zich geïsoleerd, onbeschermd, ongetroost. Alles om hem heen wat vorm had, wordt gedeukt en stuk geslagen, wordt op gewelddadige wijze gedeformeerd. Hij kan zich niet meer verlaten op de helende krachten van de omgeving. De noodtoestand van de mens, de noodtoestand waarin hij leeft, treedt naakt tevoorschijn. Het is het naakte bestaan waarin hij zich moet oefenen. Hem is opgedragen te wennen aan de ongeborgenheid. Het arbeidskarakter van de oorlog treedt gebiedend tevoorschijn en wordt met rationele kilte en hardheid in praktijk gebracht. Je kan niet meer stoppen. Nee, ja, nee, stop ik. Even doorgaan. Ja. Maar dit is natuurlijk, ja, dit kun je alleen schrijven volgens mij als je dat op die manier hebt meegemaakt. Hebt meegemaakt. Ja. Dat is het sinister. Dat is een van de meest duistere stukken, vind ik ook, hoor, deze. Ja, hij is ernstig gewond geraakt in de Eerste Wereldoorlog. Okay. Eigenlijk door zijn broer het leven gered. Die hoorde dat hij ergens lag. Die heeft hem toen naar een lazaret gesleept. Ja? Ja. Zo, dat wist ik niet. Oh, dat wist ik. Want dat is ook weer de ironie. Is hij daar levenslang ook door? Hij had wel al klachten altijd, ja. Als je ook foto's ziet, hè, hij is de jongere broer, maar hij ziet er als de oudere man uit. Hè. Ja. Terwijl Ernst Jünger is zelf 14 keer verwond geraakt of zo. Maar die is echt als oorlogsheld eruit gekomen. Ja. Dus het is niet helemaal waar dat alle heldendaden niet meer bestonden. Hè. Jünger heeft als jonge luitenant de Orde Pour le Mérite gekregen. Dat is dan het allerhoogste wat je in Duitsland als militair kunt krijgen. Hè. En met zijn oorlogsboeken, hè, die hetzelfde meedogenloze beeld van die oorlog schetsen. Maar tegelijkertijd laten zien, ja, daar valt toch ook in te leven als je je aanpast. Als je die arbeider wordt, hè, die je gedwongen wordt te zijn. Hij zegt, je kunt de oorlog als slaaf beleven of je kunt de oorlog als vrij mens beleven. En als slaaf beleef je hem als je alleen maar ligt te lijden en te mouwen van het is vreselijk. Dan word je verpletterd. Maar je kunt ook meegaan daarin. En ja, dan moet je wel je burgerlijke vrijheid inruilen voor een typisch Duitse vrijheid en gebondenheid. Waar je dan als het ware boven jezelf als krijger uitstijgt. Maar dat is een positievere benadering. Ja, nee, hij is veel. Dit is veel duisterder. Het elementaire, wat bij Jünger ook zo'n rol speelt. Hè? Dat is ook een term die bij Ernst speelt. Dat is daar zeg maar de bevrijding van de burgerlijke getemdheid. Ja. Van de burgerlijke beschaving. Het is een raar soort ambivalentie die hier speelt. Ja, maar er zit ook haast een soort nostalgie in naar eerdere oorlogvoering. Ja, absoluut. Ja, zeker. En nou, dat weten we van de Eerste Wereldoorlog, echt een oorlog op heel industriële schaal was. Ja. En volkomen hopeloos. Waren de mannen slechts kanonnenvoer. Dus dat beschrijft hij goed. Maar Ik denk nu aan de modernere oorlogsvoering met drones bestuurd vanuit de woestijn in Nevada of zo op het Afghaanse slagveld. Waarbij wat nu een heel ander beeld is, maar waarbij misschien, want daar is die perfectionering van die techniek nog veel verder. He, dat is haast een schone oorlog gezien vanaf althans, voor degene die bedient. De grond is de verwoesting net zo heftig natuurlijk. Maar ook hier zie je eigenlijk al, dus bij die industrialisering, dat kanonnenvoer, dat ze slechts een radertje zijn en absoluut, niet meer zelf een verantwoordelijkheid hebben in die oorlog.
En dat is natuurlijk met die drones nog extra. Daar wordt het ook echt bij die drones is die verantwoordelijkheid helemaal zoek. Is helemaal niet duidelijk wie in die keten, in die technische keten nog verantwoordelijk is voor het collateral damage van burgerslachtoffers. Heb je de serie Homeland gezien? Ja. Daar zit zo'n vrouw, die is een CIA-agent. Die zie je op een gegeven moment ook zo'n aanval uitvoeren, inderdaad vanuit een bunker in Nevada op een dorp in zeg maar Syrië of Irak. En dan vertelt ze dan, dat worden 100 man worden daar kapotgeschoten, daar komt het op neer. En dan vertelt ze dat naar de hand aan haar Duitse vriend. En die deinst eigenlijk terug en die zegt dan, je bent dus een massamoordenaar. Hé, wat? Het was helemaal niet tot haar doorgedrongen dat ze dat was, want dat is natuurlijk wel zo. Het is te vergelijken met wat veel ernstiger hier in de Eerste Wereldoorlog. Dat veel soldaten sterven zonder ooit een vijand in de ogen gezien te hebben. Zij ziet ook nooit een vijand in de ogen. Dat is echt nog een stap verder van de technische oorlogvoering. Nee, want hier werd hij nog wel geconfronteerd, direct, als waarnemer. Verschrikkelijke manier. Op een verschrikkelijke manier, maar hij zag wel wat er gebeurde op het slagveld. Ja. Ja. Dat zagen ze aan het thuisfront niet. Maar dat is natuurlijk hij refereert ook even aan de atoomoorlog. Daar geeft hij ook gewoon aan, die techniek heeft hier eigenlijk die volledig, dus die structuur overmand van die krijger. Ja, dat is... Dat geldt ook voor die massabombardementen. Dit is wel denk ik een van de bronnen waar hij uit put, waar het gaat om die destructieve ervaring van techniek. Nee, zeker. Dat is een... Vooral omdat dat ze zich realiseren, die hele technische wereld die ons rijkdom belooft, die is eigenlijk in no time om te bouwen tot een oorlogsmachine. Ja, dat is wat in het totale mobielmachung van Ernst staat, wat hier ook op verschillende plekken wordt betoogd. Dat er eigenlijk geen verschil is tussen vrede en oorlogstijd. Dat verschil is weggevallen. De soldaat is een arbeider, de arbeider is een soldaat. Dat zijn die types die convergeren in een nieuw type, dat in beide manieren in zichtbaar is. Bij Ernst Jünger heb je dan die gestalt van de onbekende soldaat eigenlijk. Hè? Of de en daarna krijg je de arbeider. Nee, de gestalt van de arbeider. Ja, maar eerst heeft hij nog die gestalt van de onbekende soldaat. Dat noemt hij volgens mij niet gestalt echt hoor. Maar dat die gestalt, hoe dan ook, heb je arbeider en dan krijg je na dit boek, ook als een soort tegenhanger, die Waldganger. Dat is na de oorlog. Dat is natuurlijk... toch het zoeken naar een... Maar dat is de reactie op de geschoktheid van... Ja. Want ik kan zeggen dat positieve... ik heb altijd het idee, de arbeider... wat dus een bejauwing is van de techniek en van alle verschrikkingen... en de hoop dat uiteindelijk de techniek in de greep kan worden... dat is een bezwering. Ja. Eigenlijk vindt hij het verschrikkelijk, is het afschuwelijk. Hè? Uh-huh. Diep in zijn hart krijg je als indruk... zijn ze altijd romantici gebleven. Het is eigenlijk dezelfde beweging die je bij Spengler ziet... aan het einde van de Untergang. Gewoon de techniek helemaal affirmeren. Er is niks anders meer. We moeten, wat hij ook eerder zegt... we kunnen niet terug, je moet er doorheen. Dat vond ik een heel typerende formule in dit boek... Hè? En dat betekent dat er is geen weg terug. Dus bij Friedrich merk je wel een andere positie. Hè? Dus dat is zeker. Hij is er natuurlijk in de jaren 60 ook in gaan zetten voor de milieubeweging. Ja. Dat is een van de trekkende, drijvende krachten daarin geworden. En dat zit wel al in dit boek. Je merkt ook dat hij zoekt natuurlijk naar toch een soort van alternatieven of uitwegen... Ja. Heel tastend, wat jij zegt. Ik proef dat... Ik zie wel dat hij daarnaar zoekt, maar als je zijn analyse volgt, dan kom je toch wel bij een vrij dystopisch, fatalistisch wereldbeeld, wat jij in Want er zit nog niet... Zeg maar, in die zin is hij in mijn ogen echt een klassieke techniekfilosoof die het over de techniek heeft en niet over technieken en veel meer... Dus vanaf de jaren 80 zeg maar, komt er een nieuwe generatie techniekfilosofen die veel meer zich richt op dat ontwerpproces en al die verschillende invloeden die er zijn. En dat in feite er veel meer contingentie is in die techniek dan hier verondersteld lijkt. Hier lijkt het toch allemaal naar één kant te gaan en vanuit één... Wat bedoel je met contingentie? Nou, dat de uitkomst van
technische ontwikkeling juist heel onzeker is. He, dus dan komt de notie van technieke ontwikkeling als een evolutionair proces waarbij je... ik denk nu aan het paradigma van de social construction of technology, heet dat dan, met Wiebe Bijker en Trevor Pinch. Dat gaat over die laten dan zien hoe bijvoorbeeld de moderne fiets tot stand is gekomen. En waar we vaak denken aan een soort tijdlijn van een steeds efficiëntere fiets. Hè, met steeds lichtere materialen en die steeds sneller kan of beter kan remmen enzovoort. Laten ze zien dat dat een heel erg grillig proces is geweest. Waarbij steeds allerlei sociale stemmen en ingenieurs en dus op elkaar in hebben gewerkt. En eigenlijk dat er heel veel soorten fietsen waren die als soort beste werden gezien. En waarbij uiteindelijk een soort standaard is. Maar is het niet zo dat hij dus van meet af aan op een andere oriëntatie zit? Hè? Dus en dat je van ja, tuurlijk, het kan allemaal. Je kunt verschillende fietsen, verschillende auto's krijgen. Maar wat toch de drijvende kracht wordt, is dat er dat dingen eigenlijk mechanisch in elkaar gezet. Dat er één grote machine gaat ontstaan. Hij heeft het over op een gegeven moment de uitvindingen van een vrachtwagen. Beschrijft hij. Ja, ja. En dan zegt hij ja. Wat in de technische reden en heel goed kan, is dat je zegt, nou, die vrachtwagen die brengt mij in een bepaald punt goederen van A naar B. Dat is de doelmatigheid ervan. Alleen, hij zegt, ja, nou hebben we 10 vrachtwagens en nou hebben we 1000 vrachtwagens, nou hebben we er misschien wel 1 miljoen. En die doelmatigheid van het vervoeren van goederen van A naar B kan helemaal geen uitspraak doen over veel of weinig. Ja. Wat je gaat zien is dat die techniek die breidt zich uit. Heeft dus de neiging om en vervolgens betekent dat er moeten tankstations komen, er moeten wegen komen. En de vraag of dat geheel doelmatig is, is helemaal geen vraag. Een van de duistere kanten die je zelf ook voelt als je dit boek leest, is natuurlijk dat ze nu, als het dan gaat om duurzaamheid en om een antwoord te vinden op een roofbouw, dat is natuurlijk het thema van dit moment. Ja, zo'n beetje. Het is niet voor niks duurzaamheid. Ja. Ja, precies. Dus dat je voelt dat de oplossingen die ze daarvoor aandragen gewoon allemaal van technische aard zijn. Of het nou. En dat ondermijnt dit boek totaal. Ja. Dat is eigenlijk het duistere verhaal van dit boek. Ja. Ik bedoel, mijn zoon die studeert in Delft, werktuigbouwkunde. Ik heb gisteravond met hem gegeten en hij had het over. Hij vertelde me hoeveel van een of andere zeldzaam metaal dat alleen maar in China wordt gewonnen, in elke windmolen zit. Er zit in elke windmolen zit een ton van een bepaald soort zeldzaam metaal dat alleen in China wordt gewonnen. Denk je van, ik bedoel, die roofbouw gaat natuurlijk gewoon door. Ja, daar gaan we nog problemen mee. Daar gaan we nog enorme problemen mee. En dat is natuurlijk het duistere perspectief van dit boek. In die zin heb je het idee, daar zit dan weer de lichtpuntjes, jij hebt het ook al mooi aangevoerd, van het proces, die Titanic loopt gewoon op zijn eind, ergens. En wat er dan gebeurt, weet ik niet precies, maar hij heeft een paar aanwijzingen in dat mooie, in dat tweede deel, waar die eigendomsorde tegenover de technisch collectief wordt geplaatst, zegt hij. Hij zegt eigenlijk, het gaat hoe dan ook terug naar de eigendomsorde. Ja. Een heel positieve uitspraak doet hij daar opeens. Dat viel me echt op toen ik het op las. Ja. Het zal gewoon, het is onvermijdelijk, zegt hij, dat we teruggaan naar die eigendomsorde. Ja. Heel wonderlijke uitspraak, denk je opeens. Nou, ik zie toch nog licht in de duister. Zo goed, daar, inderdaad. Maar want het ging net even over waar zit de uitgang. En nou ja, ik vond hem nog niet in zijn boek. En ik dus in die, zeg maar, die nieuwe, meer empirische generatie techniekfilosofen is juist de gedachte dat er niet die techniek zich naar een noodzakelijk eindpunt beweegt, maar dat doordat het een heel sociaal proces is waarin allerlei invloeden zijn en waar steeds toevalligerwijs iets
wordt gekozen, een bepaald ontwerp wordt gekozen, dat je, als je de focus richt op dat ontwerpproces, kun je dat ontwerpproces ook veranderen. En kun je daar ook hele andere normen in stoppen en andere keuzes in maken. Maar ja, wat dat, ook dat, zegt, wat, ja. wat dat doet is, dat met die... Dat is de kreet van open de black box. En, ja. en ik proef bij Junger dat hij nog toch een beetje in die black box zit. En dus het hangt ook... Ik denk dat het heel zinvol is om dat deel over bijvoorbeeld normering en standaardisering en zo, zou je er eigenlijk bij moeten betrekken. Kijk, het gaat er niet om dat hij natuurlijk de laatste waarheid in pacht heeft, maar wel dat hij, denk ik, en dat is precies waar Arnold mee opende, dat je zegt van ja, het zet je wel aan het denken. En dat waarbij je ziet van, die noodzaak om eigenlijk steeds grotere organisatievormen te creëren. Hè, dus ook die wereldwijde normering bijvoorbeeld, omdat alles op elkaar aangesloten moet zijn. Waarbij dan op een gegeven moment dus het probleem van schaarste zich weer gaat voordoen. Dan moet je zeggen, nou, oké, we moeten gaan verdelen. We moeten, dan krijgen we, denk aan heel de CO2-handel. Nou, dat is echt, dat is Junger ten voeten uit. Weet je? Dit gaan we verdelen en dat gaan we controleren en dat gaan we uitrekenen. En dat proces van dat steeds nauwer wordende mechaniek. Hè? Ik heb hier aan tafel ook met digitale duurzaamheid wel gesprekken gehad over de bouw en hoe de bouw zich aan het ontwikkelen is. Waarbij je ook gaat zien, eigenlijk gewoon helemaal deze logica van Junger. Van, ja, we moeten al die grondstoffen, dat moet worden vastgelegd, die moeten worden gecodeerd. Die moeten we gaan bijhouden en ja, je mag niet meer. Dus dat hele idee van volledige structurering. Wat hij ook beschrijft, van een soort totdat het eigenlijk de boel bijna op springen staat. Dat is volgens mij ook dat doorbreken van dat chaotische of dat elementaire. En ik denk dat, misschien is zijn antwoord wat romantisch. Dat voorbeeld van de koe zo even, spreekt al boekdelen. En zo zit het dan ook nog meer. Hè. We moeten weer leren om zonen van de aarde te worden, zegt hij dan. Die zorgen voor onze moeder. En denk aan Gaia. Dat soort. En dat is inderdaad, dat vult hij nauwelijks in. Maar je ziet wel dat die op heel veel domeinen, of het nou de rechtspraak is. Die normering, dat is mooi, dat is die zeg maar die logica van het proces. Ja. Als ik het boek nog een keer heb doorgelezen, zie ik hoeveel logica er eigenlijk in dat proces zit. Het is misschien aardig om, want soms, dat is het aardige voor vertalen, als je stuk loopt op de vertaling, je stuit op iets. Dus je komt niet verder. Dat zijn de momenten. Dan opent zich die tekst. Ja. Dan kom je in een soort landschap terecht waar je gaat zoeken naar een vertaling. En dan krijg je opeens een toegang tot zo'n tekst. Dat is hier gebeurd. En wij hebben er heel hard om gelachen. Met het woord. Staat erin. Het staat erin. Ik heb er een woord bij geschreven. Het werkt ook. Hij gebruikt het woord stukelen. Stukelung. Of het zegt stukelung ook. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen in stukken hakken. Maar verbrokkeling. Je krijgt allerlei. Maar dat woord stuk is heel belangrijk. Ja. Dat moet erin blijven. Heidegger heeft het in het Gestel in 1949 stukken. Ook precies hierover. Ja. Het stuk wat hij onderscheidt van het deel. En dat hebben we dus uiteindelijk vertaald met verstukkeling. Want dat is een oud Nederlands woord. En dat is heel interessant, want dan opent het zich. Hè. Dus in het begin van de 19e eeuw met mensen als Bilderdijk, die gebruikten dat woord. Zit eigenlijk in de orthodox gereformeerde hoek. Want wat zeggen ze? Zegt van, ja, alles wat groot is, en natuurlijk vooral God, dat maken we kapot door verstukkeling. En ik heb een citaat, het is wel mooi. Hij zegt bijvoorbeeld dit. En zeker, het verstukkelen van een voorwerp dat door grootheid moet aandoen, is de rechte weg om het verhevene ofwel te missen of zelfs te verwoesten. Dat is dat. Nou ja, dat is een prachtig woord, verstukkelen. Ja, dus het is precies dat proces waardoor dingen in stukken worden gehakt en het geheel niet meer. In het deel, zegt ook Heidegger helemaal, in het deel zit nog de verwijzing naar het geheel. Het geheel schemert door in het deel. Maar in het stuk is het geheel echt stuk.
En dat zie je hier gebeuren. Als het in stukken is gehakt, is zo, kan je normeren, kan je gaan standaardiseren. Wordt het vervangbaar? Ook heel belangrijk. Ja. Kan het aan elkaar worden? Nou, bestanddelen. Bestanddelen. Inwisselbaarheid van inwisselbaarheid. Mensen en spullen. Ja. 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 Maar ja, dus die verstukkeling, gebruikt het op en dat in stukken hakken, dat heeft dan ook weer te maken met de ordening van de tijd. Eigenlijk de tijd op een hele mechanische manier wordt opgedeeld, in stukken wordt gehakt. Dus het betreft dan ook de arbeidsdeling, het betreft hoe organisaties worden ingericht, hoe arbeidsprocessen worden geherdefinieerd in functies. En waarbij, dus wat je nu meemaakt met, in de zorg of in... Het is eigenlijk gewoon prachtig beschreven in dat soort noties. En, nog één dingetje op toegevoegd. Ja. Als je dat dan hebt ontdekt, dan ga je het opeens terugvinden. Dus ik was Han aan het vertalen, invocatie gisteren notabene. Ja. Wat doet Han? Schrijft hij daar. Die Zeit ist heute... op alle niveaus zerstukeld, zegt hij. Ja. En hij zegt, Trump als eerste Twitter-president zerstukelt zijn politiek to tweets. Ja. Dat is schitterend natuurlijk. Dus dat is, daarmee ga je ook macht uitoefenen. Want die stukjes, die kan je op allerlei manieren aan elkaar... Je hebt een soort macht over. Want dat wordt dan... die werkelijkheid wordt steeds kleiner. Maar dat is dan die werkelijkheid. Zonder contact met de bron daarvan. Heeft dat bouwdoos effect. Hè? Dat is wat hij ook... benoemt. hoe de dingen uit hun verband worden gerukt. Ja. Dat je inderdaad ook in een intensieve... veehouderij, dus op die manier gaat kijken naar die koeien. En gaat daar dus niet vooraf dat er een paradigma al is van dat de wereld, de feitelijkheid, een machine is? Absoluut. En een machine kun je ook in eindeloze delen opsplitsen. Dus het organische wordt in dat mechanische, dat is al zijn terminologie, eigenlijk ingebouwd. En daar hoort die zerstukelung precies bij. Ja. Lopende band, hij heeft het over de Ford, die natuurlijk een prachtige stukken heeft hij erover. En hetzelfde gebeurt dus met de tijd. Dus waarbij ook, dat is ook zo'n veronderstelling, de bril waarmee we naar de wereld kijken. En die tijd, dat hebben ook andere denkers naar voren gebracht. Ik zag heel Mumford bijvoorbeeld. Het is niet allemaal origineel. Over de klok. Ja. Maar dus onze tijdservaring in die Newtoniaanse lineaire tijd, dat die heel fundamenteel is voor dit technisch wereldbeeld wat zich hier ontvouwt. Jij had nog een stukje over die tijd. Ik had even kijken. Oh ja, een beetje water. Ja. Dus ik maakte zelf hier een denkstap. Dank je wel. Die stukken las over Mark. De tijd. Maar ik ga zo dat voorlezen. Ja. Namelijk dat in feite dat ook een vorm van kolonialisme is van de toekomst. En waar we de ruimte... roven met is ook met als het ware daarmee begint het boek met het utopisme dan denk ik ook gelijk aan de hedendaagse techniekgoeroes die gaan zeggen hoe de toekomst is en daar in feite al die tijd die voor ons ligt en die leeg lijkt al gaan invullen vanuit in feite is het niet meer onze tijd, maar is het de tijd van het ruimtereizen of de robotisering of de digitalisering. Het wordt al geclaimd als het ware. En dat kan juist vanuit dat idee dat die toekomst nog een soort leeg landschap is. Hè, want op die tijdlijn die voor ons ligt, terwijl je als je in een cyclische tijd denkt, dan is dat veel meer een geleefde tijd die van ons allemaal is en waarop inderdaad waar die je niet meer helemaal opnieuw in kunt delen, maar die in zekere zin al vast ligt. Maar ik zal een mooi stukje daarover. Ik weet niet precies of het hier in terugkomt, maar ik vond dit sowieso een mooi stukje over de kloktijd. Ja. Dus die lineaire welke tijd. Bladzijde is dat? Ik ben nu op bladzijde 67, paragraaf 12.
De kloktijd is dode tijd, is tempus mortuum, waarin seconde na seconde in uniforme herhaling wegtikt. De dode door de klok gemeten tijd loopt mee en loopt af naast de levenstijd van de mens, zonder zich om hem te bekommeren, zonder deelneming aan de ups en downs van de levenstijd, waarin geen seconde gelijk is aan de andere. De klok roept in de tot nadenken geneigde mens makkelijk de voorstelling op van de dood. Van keizer Karel V, die zijn laatste dagen slijt te midden van zijn verzameling klokken en de slagwerken probeert af te stellen, gaat de kilte uit van de dood. Hij controleert en beluistert het verstrijken van de tijd die onverbiddelijk naar de dood leidt. Omdat we overal klokken zien, zijn we eraan gewend ze als pure tijdmeters te beschouwen, maar in een tijd waarin de publieken van verre zichtbare uurwerken zeldzame kunstwerken waren, verkondigde ze een duidelijk memento mori. Wie afbeeldingen onderzoekt, waarin het uurwerk als symbool van de dood wordt toegepast, zal ruimschoots aan zijn trekken komen. Hoe voor de hand liggend zulke verbanden werden gevonden, blijkt wel uit het feit dat bepaalde keverlarven, die een regelmatig tikkend geluid in hout maken, in Duitsland totenoeren, de doodklokken worden genoemd. Dat is de houtworm, hè? Ja, de houtworm. Nou ja, en dan gaat hij verder. Ik ga het niet helemaal voorlezen, nee. Maar dat ja. Het ja, ook, dat is... Dus dat zonder klokken zijn er geen automaten. Dus hij... Ja. Dat monotone ja, lees hem nog maar even. Een paar regels nog. Het is net, nee, maar dan wordt het mooi, komt het mooi bij elkaar. Ook als je aan een hedendaagse computer denkt. En, dan is dat ook. De digitalisering gaat het nog verder. De waarnemer die naar de klok kijkt, wordt zich bewust van de tijd in zijn lege kwaliteit als tijd. En alle tijd waarvan we ons op die manier bewust worden, is dode tijd. De automaat roept een vergelijkbaar gevoel op van dode, zich mechanisch herhalende tijd. Want hij is niets anders dan een tijdklok waarvan het werk in de dode kloktijd monotoon afloopt. Zonder klokken zijn er geen automaten. Ja. Nou ja, en dan gaat hij door op het verband tussen Calvinisme en de Genève en de klokkenindustrie. Maar dat is... Ja, maar dat is natuurlijk fascinerend. Want op het moment dat jij dadelijk naar de trein gaat, dan zit je bij hem al in deze tijd. En dat is dus de tijd waarin de trein gaat vertrekken op een bepaald tijdstip. En dat is eigenlijk het grote de grote mechaniek. Waarin alles dus op die manier wordt geordend. En dan kom je daar aan en dan weet je, pak ik de auto of ik pak de fiets. En dan ben ik zo laat thuis en dan gaan we zo laat eten. Of zo laat begint mijn werk en dan moet ik om die, op dat en dat moment kan ik. Dus die tijd is eigenlijk de orde. Waarin jij meegaat met dat ritme van die machine. Ja. Oh, de mijne? Ja. Oké. Ja, wat een klein technisch probleempje. Maar... hier is een verhaal over hoe dat gevoel van tijdschaarste is ontstaan. Want daar is het een antwoord op. Mark, heb jij nog... Een stukje lezen. Zal ik ook een stukje lezen? Jij ook een stukje lezen. Nou ja, het sluit wel aan bij die tijd en wat het doet. En het geeft ook een beetje, dat is misschien aardig, als tegenwicht. Iets van die eigendomsorde. Die een andere blik. Waar die toch... Ja, het is natuurlijk, waar praat hij vanuit? Leibniz is belangrijk. Dus die orde... van die statische orde tegenover die doorgevoerde dynamica. Ja. Daar zegt hij hier iets over. Pagina 285 onderaan begin ik dan even. Het eigendom is uit onbewegelijke, uit moeilijk in beweging te brengen verhoudingen voortgekomen. Niet uit een wereld van vrije beschikkingen. Het gaat over de vrije beschikking. Nou, dat wordt zo direct duidelijk. Het eigendom is des te vaster gegrondvest, is des te meer grond naarmate het minder beschikbaar is. In een volstrekt beschikbare, helemaal van disposities vervulde, volstrekt disponibele wereld is eigendom moeilijk denkbaar. Maar zo'n mobiele, zich in de mobilisering bevindende wereld is de wereld van het technische collectief. Ik denk aan mobilisering. Pardon. Ik dacht dat ik hem uit had gezet. Hierin rust niets meer.
Zij is één grote bouwplaats, één grote werkplaats, één groot laboratorium geworden. Eigendom is zonder grenzen niet denkbaar. Het veronderstelt per definitie vaste, zichtbare, beschermde grenzen. Grenzen die daarom als greppels, muren, hekken, afrasteringen ook zichtbaar worden voor het oog. Eigendom heeft wie ruimtelijk kan denken. Dat wil zeggen in ruimtes met de daarbij behorende grenzen. Maar de grens wordt door het technisch collectief overal opgeheven. De in dit collectief levende wil gaat over alle grenzen heen naar het grenzeloze. Zo'n collectief heeft niet de wil en ook niet het vermogen zichzelf te begrenzen, zich in een ruimtelijke wereld met de daartoe behorende grenzen op te houden. Daarom manifesteert het zich als planetaire constructie. Daarom boort het in de aardkorst, zo diep het kan. Daarom duikt het naar de bodem van de zee en stuurt het luchtschepen in de vorm van granaten naar de dampkring om door een arbeidscommissie de maan te ondervragen. Ook de maan zou immers een exploiteerbaar object kunnen zijn. Tegen het eigendom kan zo'n collectief dat alleen mechanische beschikkingen kent en in een beschikbare, disponibele, mobiele wereld de lakens uitdeelt, slechts onverschilligheid of vijandschap koesteren. Kenmerkend voor dit collectief is dat het afstanden opheft, dat het ruimtelijke orders onderwerpt aan een mechanisch tijdsbegrip. Waar zou het anders al zijn pijpen, leidingen, draden, kabels, riolen moeten leggen? Waar kan het anders zijn communicatiekanalen, zijn gasleidingen, elektrische leidingen, oliepijpleidingen, telefoonleidingen, waterleidingen kwijt? Prachtig stuk. Ik heb me toen ik dit las pas beseft wat het is, waar ik woon. Ja. Ik woon in zo'n doos, zo'n appartement. Dan denk ik, eigendom, ja, ik heb het gekocht. Maar dat heeft natuurlijk met eigendom helemaal niets te maken als je dit leest. De grond is niet van mij. De muren zijn niet van mij. Die zijn ook... het is helemaal... Je bent helemaal ingebouwd inderdaad in al die leidingen. Wat is van mij? Je hebt een stukje gebakken lucht gekocht voor heel veel geld. Daar komt het op neer. Maar ja, dat gaat natuurlijk veel verder. Want dat betekent ook dat die auto die jij hebt, of die telefoon of die televisie, die zijn allemaal al in dit netwerk opgenomen. Ja. Niet alleen in de normering, maar sterker nog, tegenwoordig wordt je telefoon geüpdate. Ja. Dus dat is niet een zelfstandig ding. Dat is in het grote netwerk, waarin notabene jouw eigen kijkgedrag ook nog eens wordt geregistreerd en wordt gestuurd. En dat is precies, ja, er is geen zaakgrens aanhaalt. Dus dat in zo'n leiding worden opgenomen. Ja, ik vind dit ook een hele mooie gedachtegang. Maar kan je zeggen, want ik begrijp deze passage toch niet helemaal, wat voor soort eigendom een eigenlijke vorm van eigendom hij hier dan bedoelt? Dat is gewoon de boer met zijn eigen stuk land en daar kom je niet op. In het milieudenken wordt ook wel gezegd van dat alle ellende begon natuurlijk bij de landbouw, de invoering van de landbouw, waar het notie van bezit langzaam tot ontwikkeling kwam. Dus eigendom. Dus op het moment dat we juist het eigendom gingen vergaren, kwam er ook meer hiërarchie, gemeenschappen, meer uitbuiting en onderdrukking. Hij raakt heel eventjes aan die jagercultuur, dus die hele oude cultuur. Noemt hij eigenlijk ook roof. Alleen dan, dat is zo klein dat het natuurlijk niet... niet dat soort gevaren van de technische roofbouw heeft. En dan krijg je die sedentaire cultuur met zijn grenzen. En daar is die wederkerigheid speelt steeds een rol. Dat is, je eigendom is iets waar je voor zorgt. Dat was natuurlijk ook... Verantwoordelijkheid is het in plaats van iets wat je hebt. Zo werd het ook verkocht in Amsterdam. Van we gaan al die sociale woningbouw gaan we verkopen aan eigenaars. Want dan gaan ze zorgen voor hun spullen. Daar komt het hier ook op neer. Beheren, behoeden, bewaren. Zorg hebben voor je spullen. En voor je, dat is toch de kern. Alleen dat is met zo'n moderne... Ja, en daar zit dus iets van autonomie in. Hè? Dus dat is, want dat technisch collectief doorbreekt eigenlijk die eigen ruimtes. Dus hij spreekt wel over onteigening. Die spoorwegen, dat zijn de eerste grote onteigenaars. Ja. Want die sporen moeten daar, precies zoals hij het hier schrijft, die moeten dwars doorheen.
Ja. Ah ja, en ik denk gelijk aan de enclosure of the commons, zeg maar. Dus de grote onteigening die, die plaatsvond om te beginnen in Engeland. He, dus die ging vooraf nog aan de industrialisering daar, of de industriële revolutie. Dat, zeg maar, al die, dus bijna iedereen had een stukje grond waar die een zeker zelfbehoud, met de producten waarvan hij zichzelf in stand kon houden. Of, dat was, ging vaak ook over de commons, hè, dus gedeelde weidegronden of zo. Ja. En dat werd, dat proces strekt zich wel uit. En ik geloof ook dat de kerkreformatie daar, of de, hè, dus de, dat daar, ja, de onteigening van al de onteigening van de kerkgronden ook. Maar juist doordat mensen niet meer hun eigen levenshoud konden voorzien, werden ze ook de geldeconomie ingedreven en de fabrieken ingedreven. Ja. Waar ze, hè, dus de, maar hier is de eigendom toch eigenlijk niet de oplossing, want die commons, dat is gemeenschappelijk bezit. Ja, ja. Dat is dus niet een privébezit. Nee. Nou, het wordt privébezit, hè, doordat een eigenaar er een muur omheen zet. Ja, zeker. En zegt van, je maar mag daarom, niet meer daarom vroeg ik van, want ik dus zoek naar wat voor hoe soort zou het eigendom die oplossing kunnen zijn. Dat is mij ook niet helemaal. Ja, wel als je zegt van iedereen zijn eigen landje, maar hoe moet je dat met de miljarden bevolking realiseren? Ja, dat is het volgende probleem dat is, natuurlijk, dat is probleem, als je die bevolkingsgroei erbij betrekt. Dat zat ik heel kort beetje bij de hele tijd op mijn achterhoofd te denken. Ja. Kijk, een van de consequenties van die technische revolutie is die gigantische explosie van de bevolking. Ja, die verbindt hij ook al aan die technologie. We sterven niet meer genoeg en niet te lang, niet te vroeg. Ja. Nee, hij draait hem zelf om, hè? Dus hij zegt, we hebben mensen nodig voor al die, voor die groei. Voor die, dus dat wordt een probleem, we hebben mensen nodig. Is dat een barrière om iets anders te doen? Hè? Hij zegt zelfs ergens, je wordt gedwongen om zoveel kinderen te krijgen. Want die hebben we nodig om dat proces aan te toen hij dit schreef in 1939 in Duitsland, was dat ook zo. Ja. Vrouwen moesten zoveel mogelijk kinderen maken voor soldaten voor de Führer. En we moeten langzaam gaan afronden. Ja. Ik ga toch nog de kijkers, je hebt nog een kans om dit geweldige boek, zeer rijk en inspirerend, tijdens deze uitzending te bestellen bij redactie@denieuwewereld.tv. Je ziet het ook onderaan het scherm, dus redactie@denieuwewereld.tv. En daar krijg je 10% korting. En vul even in perfectie. En we kunnen het allemaal aanraden. Je merkt hoe enthousiast wij zijn over dit boek. En verder presenteren we aanstaande zondag bij Donner in Rotterdam in levende lijven dit boek. Ook mensen die Mark, mij of ook Marlies in levende lijven willen ontmoeten, kom dan vooral naartoe. We gaan het boek daar aanbieden aan Wouter van Dieren, die ook zeer te spreken is over wat Jünger al in de jaren 30 naar voren heeft gebracht. En hij was destijds ook betrokken bij de Club van Rome, meen ik. Hè? Dus misschien als afsluiting. De laatste pagina van het boek. Wat zou jij willen, dit, Mark? Dit nog stukjes lezen. De slotpagina. Die vind ik toch wel mooi passend. Ja? Nou, ik denk doen? dat dan mooi aan jou besteed. Dan misschien nog even op reageren. Maar, ja, prima. Okay. Dus dat is pagina 381. Een stukje. Niet een lang stuk, een klein stukje. Ja. De mens die is vergeten en heeft verleerd de aarde als een moeder te behandelen, is niet langer een zoon van de aarde. Hij bevindt zich op de Cartesiaanse globe die dood is en als dode bol niets ontziend kan worden geëxploiteerd. Zijn verhouding tot de geschiedenis veronderstelt een als weerloos voorgestelde natuur. Sla ik even een klein stukje over en dan het slot alinea van het hele boek. Het ahistorische is niet het tegendeel van de geschiedenis, maar haar voedingsbodem, haar substraat, haar hypokeimenon. Het ahistorische ligt niet achter ons en niet voor ons, maar in ons. Wordt die voedingsbodem aangevallen, wordt hij vernietigd, dan is er geen geschiedenis meer. Net als elk bewustzijn is ook het historisch bewustzijn aan een substantie gebonden waar het van leeft, waaruit het vuur en licht maakt. Deze substantie kunnen we niet eenvoudigweg exploiteren. We moeten haar hoeden en ze wordt niet uit het niets voortgebracht. Ze is er of ze is er niet.
Het louter consumerende bewustzijn is slechts een rover en een dief. Daarom is de wetenschappelijke kennis dubbelzinnig geworden. Het arsenaal van begrippen waar de wetenschap mee werkt gaat, hoe exacter het wordt, steeds meer lijken op een inbrekerswerktuig. Dat de toepassing ervan succesvol is, staat buiten kijf. Maar kennis bestaat niet omwille van succes. Kennis is geen keten van slimme uitvindingen, geen listig systeem dat erop uitdraait alle kisten en zakken leeg te maken. Dat soort wetenschap zal ons niet tot heil strekken. De aarde heeft de mens nodig als hoeder en herder. We moeten weer leren haar als een moeder te behandelen. Dan zullen we op haar gedijen. Ja. Je ziet gewoon een ecofeminist, ja. Zou ik ja. zeggen. Ja, een ecofeminist. Ecofeminist. Maar het wordt ook ergens geschreven dat vrouwen hebben geen natuurlijke relatie tot de techniek. Ja, maar dat pleit dus voor ze. Ja, dat zegt hij dan ook. Ja, dat pleit ook voor ze. De suggestie zit er zelfs in dat een vrouwelijke, het moederrecht was toen heel populair, van Bachhoven in die tijd. Dat wordt ook als een soort alternatief, als een suggestie, een heel vage suggestie, als een soort remedie opgeworpen. Ja, de klemstructuur is dat inderdaad. Ja. Nou ja. Nou ja, het hoort natuurlijk ook wel bij ook dat deel waar hij over de titanen schrijft. Waar hij het over Zeus heeft. Griekse model. Ja, ja, het Griekse model. Hij heeft natuurlijk ook, misschien Mark, we zullen de uitgeverij zullen we eens nadenken, maar wellicht kunnen we jou nog vragen te zijner tijd om dit mooie boekje over Griekse mythe. In zekere zin zie ik die Griekse mythe als een soort tegenhanger, als een beschrijving van een wereld zoals die zou moeten zijn. Ja, dit is het Titaanse. Maar dat wordt hier gesuggereerd ook. Hè? Ja, absoluut. Dat zit hier ook in. Het meest kunstzinnige volk, zeg je. Dat zijn dan de antieke Grieken die de tentatie van het Titanische hebben weerstaan. Ja. Precies. Ja, dus dat is dan eigenlijk de andere. Prometheus hebben geketend. Hè? Zeus heeft hem geketend. Ik heb 3 keer moeten lezen, want ik dacht eerst, dat zit toch anders tegenwoordig. Maar er wordt anders naar gekeken. Maar voor hem is juist het afwijzen van het Prometheïsche vuur. Dat is de redding. Ja. Ja. Voor de Grieken dan in dit geval. Ja. Die worden al toch impliciet als een soort ideaal model tegen het licht op omhoog. Ook daarin blijft hij een romantische Duitser. Hè? Dat is heel erg Duits. Dat is heel erg Duits. Dat is ook heel erg Schiller. Hè? Ja, Schiller. Hij citeert volgens mij ook ergens Schiller. Ja. Ja, zeker. Uit die Gutter Griechenlands. Martijntje, wil jij nog een laatste woord? Wat zou je de lezer of de potentieel geïnteresseerde willen meegeven? Waarom zou je dit boek moeten aanschaffen? Nou, ik denk dat het juist doordat het natuurlijk in een andere tijd geschreven is, maar juist omdat het zo fundamentele kritiek geeft. Heel erg goed is om juist ook nu te lezen, omdat je juist door de afstand die je in zekere zin hebt tot de jaren 30, 40, kunt zien hoe ver die lijnen lopen. En dus ook veel meer kunt zien, want we hebben het bijvoorbeeld in de science and technology studies over allemaal casussen. Maar dat daaronder eigenlijk Een soort geloof zit in die maakbaarheid van die wereld, wat gewoon heel erg persistent is en hardnekkig. En dus waar het fundamentele probleem zit. Ja. Nou, juist omdat het op afstand is, zie je hoe hij dat juist heel goed heeft blootgelegd en dat het nog steeds heel tastbaar is. Ja. Okay. Wil ik dat meegeven? Ja, dat is mijn. Ja, nee, zeker. Wat ik ervaar bij het lezen van die klassieke techniekfilosofen, die hadden toch echt iets te pakken en deze zeker. Ja, dat vinden wij ook. Arnold. Nou ja, wat mij in dit boek en ook in de boeken van Boer Ernst aanspreekt, is de durf van de grote lijn en van de grote greep. Ze laten zich niet door het contingente, om zo te zeggen, intimideren. Hè? Maar gebruiken het als voorbeelden. Sjoemelen er af en toe ook een beetje mee. Denk je van, nou ja, daar kun je ook dit of dat van zeggen. Maar je krijgt een soort consistent beeld van wat ze te zeggen hebben. En dat is een soort lijn door de geschiedenis en een lijn in onze moderne tijd. Ja, die verhelderend is. Hè? Waar je dan ook echt iets in handen hebt
waar je jezelf mee kunt verhouden als je probeert na te denken over de dingen die tegenwoordig spelen. Je wordt niet versnipperd in eindeloos veel details en eindeloos veel bijzaken, maar ze hebben de moed om de hoofdlijn onder woorden te brengen en vast te houden. En ik denk dat dat in elk discussie of in elk nadenken een ontzettende noodzaak is. Ja. Peter Sloterdijk heeft wel eens gezegd over Heidegger en over Jünger en over Schmid. Die mensen hadden nog de moed, maar ook de verwatenheid zou je kunnen zeggen, ja, om zichzelf in het middelpunt van de geschiedenis te plaatsen en van de ontwikkeling als het kristallisatiepunt waar zichtbaar wordt wat er gebeurt. Daar moet je een enorme pretentie voor hebben, maar daardoor breng je ook wel iets tot stand wat anders niet gebeurt. Bescheidenheid is niet altijd een deugd als je de wereld wil laten zien hoe die in elkaar zit. En ik vind dat geldt ook voor dit boek. Ja, zeker. En, mooi. Mark, jij... Één aspect wat we... Jij noemt ecofeminisme. Dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. We hebben het eigenlijk niet over gehad. En het is toch best wel, vind ik ook wel een punt. Het is een belangrijk boek voor die ecologie. Andreas Geijer legt ook een beetje in zijn nawoord uit dat dit boek eigenlijk een soort onderhuids, het mocht niet, want het was rechts, weet je. Dus het was wel een heel belangrijk boek in die jaren 60, 70, toen die groene beweging opkwam. Alleen het werd onder de tafel gehouden. En ik vind dat wel eigenlijk wel belangrijk om te beseffen dat ons groene denken of ons duurzaamheidsdenken, wat zo belangrijk is, dat oorspronkelijk gewoon uit conservatieve hoek komt. Dat is eigenlijk logisch. Als je erover nadenkt, is het ook logisch. Het gaat toch om het bewaren van iets, om het conserveren. We hebben net dat mooie citaat gelezen, om het behoeden. Dat is eigenlijk een conservatieve gedachte. Nou wil ik het niet helemaal weer in dat conservatieve terugbraven, maar ik vind juist belangrijk dat die brug wordt gelegd. En dat je ziet dat soort dingen elkaar niet uitsluiten. Het gebeurt nu toch ook weer, die politieke demonisering van elkaar, terwijl je genoeg hebt om elkaar de hand te reiken. Er is toch niks mis met conservatisme? Nee, precies. Het juiste conservatisme. Ja, ja. Nou goed, heren en dames, we gaan het hierbij laten. Ik dank de kijker ook voor de aandacht. En nogmaals, heb je interesse voor dit boek? Stuur een mail naar redactie@denieuwewereld.tv. En wil je ons zien in levende lijven aanstaande zondag, dan komen Mark en ik samen met Wouter van Dieren en waarschijnlijk ook Marlies in naar Donner, waar we dit boek ook zullen presenteren. En nog wat met elkaar zullen drinken, dus dat wordt ook een gezellig samen zijn. Stuur dan dus een mail naar redactie@denieuwewereld.tv Donner en wil je het boek hebben voor 10% korting vandaag, dan kan nog tot 6 uur met het titel Perfectie. Klopt. Dus we zullen er niet zo nauw op letten. Dus stuur dan eens met het titel Perfectie. Goed, ik dank jullie hartelijk voor een mooie aftrap. Het eerste boek van de uitgeverij De Nieuwe Wereld. En hij mag er zijn, denk ik. En ik hoop dit boek ook in de discussie rond duurzaamheid toch het een en ander kan losmaken. En in ieder geval ons het niet per se makkelijker maakt om na te denken over de situatie waarin we zitten. Maar wel een wijdere blik geeft en daardoor misschien ook toch ook andere perspectieven kan openen. Goed, dankjewel en tot de volgende keer.